We zijn in de nieuwe röntgenkamer van het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam. Ik sta bij... Harold Woensdrecht. Ik ben een van de röntgenlaboranten. Jullie zijn er trots op dit apparaat? Nou, wij zijn er niet alleen trots op, we zijn er ook echt heel super blij mee. Wat is er zo mooi aan? Nou, we merken echt hele grote verschillen. Want het is eigenlijk niet alleen op het gebied van beeldkwaliteit en stralenbelasting. Maar we merken met name dat het systeem is volledig geautomatiseerd. Dus wij weten van tevoren welke opnames we van een patiënt gaan maken. En daardoor gaat het apparaat automatisch alle instellingen daarvan overnemen. En dat betekent weer dat wij fysiek veel minder hoeven te doen. Maar dat betekent ook dat de onderzoeksduur voor de patiënt aanmerkelijk verkort is. En minder straling. En duidelijk minder stralenbelasting, een verbeterde beeldkwaliteit. Het gaat allemaal veel sneller en veel makkelijker. Het ziet er hartstikke mooi uit. Wat is er nog meer nieuw aan dit systeem? Nou, is met name nieuw aan dat het helemaal computergestuurd is. Je moet het vergelijken met een robot. Het systeem weet al van tevoren wat hij gaat doen. En neemt daarvoor heel veel fysieke handelingen uit handen van de bedienaar. En maakt het voor de patiënt minder langdurig dat hij in een voor hem ongemakkelijke houding moet liggen of staan bijvoorbeeld. En een nieuwe manier om benen te kunnen fotograferen? Ja, daar ziet u een statief van hier achter u. Daar kunnen wij sinds een aantal maanden kunnen wij wervelkolomopname maken en opname maken van het totaal been, zodat je goed in de lengte de as kan controleren. En dat is wel vrij uniek de manier waarop dat plaatsvindt. En dat gaat ook heel snel. Vroeger deden we dat op een afspraak. Moest je daar een afspraak voor maken op een bepaald apparaat. En tegenwoordig gaat het zo vlot dat we het gewoon tussendoor doen. En dat mensen daar bij wijze van spreken voor binnen kunnen lopen. Een mooie afbeelding op de muur. Een nieuw plafond, een nieuwe vloer. Alles is nieuw hier. Alles is nieuw. De kamer is helemaal gestript geweest. Helemaal nieuw verfje, nieuwe vloerbedekking. En we hebben leuke foto's uitgezocht op de muur. Lopen jullie hierin voorop in ziekenhuisland? Nou, wij hebben nu gekozen voor een apparaat van Samsung. En Samsung is wel relatief nieuw op deze markt. Maar wij merken eigenlijk al heel snel dat er heel veel interesse is. We zijn heel blij met onze keuze. En nu we het hier het project een beetje aan het afronden zijn, gaan we nu in het gasthuis zo'nzelfde project doen waar ook twee van deze nieuwe kamers worden geplaatst. En dan kunnen jullie meer patiënten aannemen? We kunnen sowieso meer patiënten aannemen, maar ik denk dat wel het belangrijkste is dat we tijdens het onderzoek onze aandacht aan de patiënt kunnen geven en veel minder bezig hoeven te zijn met de instellingen van het apparaat.